Vandaag op de koffie Albert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor SGP en daarnaast hoogleraar economie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik ga hem vragen hoe hij tegen het MKB en de MKB-accountant aankijkt. Als ik jullie zal vragen van wie is Albert Dijkgraaf? Ja, hoe lang heb je? Hoe lang wil je? Tot de koffie op is. Ja. Er moet nog koffie komen zo. Ja, de koffie die komt eraan. Die komt eraan. Wie is Albert Dijkgraaf? Ja, 46 jaar, getrouwd, 3 kinderen. Sinds 2010 Kamerlid voor SGP. 3 zetels. Wat betekent dat je vrij veel portefeuilles doet. Financiën, sociale zaken, economische zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking. Dus een gemêleerd verhaal. Wat ik het leukste vind in de politiek, en dat motiveert mij persoonlijk ook het meest, is dat je, soms lukt het wel, soms lukt dat niet, oplossingen kunt bieden voor waar mensen tegenaan lopen. Soms heel persoonlijk, maar vaak ook in het bedrijfsleven, in organisaties. Waar iedereen natuurlijk aan de keukentafel over praat. Nou, dat gaan we zo meteen ook doen over waar jullie tegenaan lopen, wat er zou moeten gebeuren. Wij kunnen proberen dat de goede kant op te duwen. Ja, want als we nu eens kijken bijvoorbeeld naar het bedrijfsleven. 99% van het totale bedrijfsleven bestaat uit het MKB. Dat is ook een beetje ons achterland, ja. Waar wij als MKB-accountants in vertoeven. Dat MKB, hoe ziet u dat MKB op dit moment? Nou, iedereen zegt dan altijd, het is de motor van Nederland. Ja, hè? Maar dat is ook zo. Als je gewoon kijkt naar hoe grote bedrijven uiteindelijk ontstaan, is het altijd via de MKB-route. En er zijn heel veel MKB-bedrijven, familiebedrijven, niet-familiebedrijven. En wat mij wel aantrekt in het MKB is gewoon de schaal. Het is een schaal die nog over het algemeen menselijk is, zeg maar. Dat de hoogste baas mensen van de werkvloer kent. Wat voor mijzelf... Ik heb op zich niks tegen grote bedrijven, maar ik vind het wel aantrekkelijke organisaties. Want nog eens even inzoomende op dat MKB. Ja, als je ziet, hè, even los van welke onderzoek je pakt, maar dat ongeveer 6 à 7 op de 10 ondernemers het MKB ZZP'er is. Voor die ZZP'ers spelen op dit moment natuurlijk behoorlijke issues. Hè. Arbeidsongeschiktheid, pensioen, waar het overheidsbeleid een essentieel onderdeel van zou kunnen uitmaken, hè, van het beleid. Ja. Hoe kijkt u naar die groeiende club ZZP'ers? Nou, ik denk dat wij historisch in Nederland een hele grote fout gemaakt hebben door de werkgelegenheid in vaste dienst. Die te zwaar aan te kleden. Aan de ene kant gewoon, als je kijkt naar de arbeidslasten. Die zijn torenhoog als je dat vergelijkt met andere landen, waardoor arbeid duur is. Aan de andere kant ook nog eens een keer aan het rechtensysteem, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, de WW. Waardoor je een heel aantal werkgevers hebt, met name de kleinere werkgevers, die zeggen, ja jongens, maar terwijl ik vroeger mensen in dienst nam, kan ik het nu beter via een ZZP-constructie doen. Want ik kan het risico niet aan om die mensen in dienst te nemen. Dus wat mijn ambitie is om een scheidslijn te trekken tussen de echte ZZP'er die daar bewust voor kiest, die dat ook een ideale werkomgeving vindt, en voor een aantal mensen is dat absoluut zo. Maar de mensen die noodgedwongen ZZP'er zijn, omdat ze anders gewoon geen werk hebben, daarvan moet je eigenlijk die arbeidsmarkt zo organiseren dat ze weer gewoon bij de bedrijven in dienst komen. Los dan zo'n huidige constructie die door de Belastingdienst in leven is geroepen, de wet DBA, lost dat dan die problemen op? Nee, absoluut niet. Nee, volgens mij is daar veel meer voor nodig. De vakbonden hebben in de goede jaren, toen het met de economie elke keer de goede kant op ging, die zijn erin geslaagd om arbeid elke keer duurder te maken. Onder het motto, dat is goed voor onze werknemers. Dat was in die tijd was dat ook zo. Maar het is nu slecht voor die werknemers, omdat ze gewoon nu niet meer die banen aangeboden krijgen. Dus ik denk dat we naar een nieuw evenwicht moeten. En daar helpen dit soort voorstelletjes nauwelijks bij. Ik denk dat je daar een nieuw kabinet met nieuwe afspraken en een nieuwe arbeidsmarkt voor nodig hebt. Ja. De sectorakkantie heeft natuurlijk enerzijds geïnvesteerd in de implementatie van maatregelen, hè, om de sector weer gezond te krijgen. Anderzijds speelt er nu ook een discussie over de governance, hè, van de beroepsorganisatie. En er is ook wat onrust ontstaan, hè, binnen de beroepsorganisatie over de belangen die vertegenwoordigd worden. Hoe volgt u dat? Ik heb de fusie MKB Nederland VNO-NCW meegemaakt, waarbij het idee was we kunnen het goedkoper doen en daardoor beter voor onze leden tegen een lagere prijs. Ik vraag me wel af... of je in één zo grote organisatie wel voldoende diversiteit in de geluiden hebt, dat je de belangen van al die onderliggende, heel verschillend opererende groepen
of je die goed voor het voetlicht krijgt. En wij hebben als Kamer toen ook gezegd, toen dat meer uniform werd, ja, wij willen als Kamer wel het onversneden geluid van de kleinere accountants blijven horen. Want het zijn wel hele verschillende dingen. Ik geloof ook in het zelfreinigend vermogen van de sector. Dat moet dan wel georganiseerd worden. Misschien kan er nog wel een tandje bovenop. Maar en kan dat dan vanuit één zo'n grote club met al en zo'n diversiteit? Nou ja, daar maak ik mij wel zorgen over of dat kan. Ja, ja, ja. Want ik zie te vaak, ik noemde net al even VNO-NCW, MKB Nederland, waar ook de nodige onrust wat dat betreft is ontstaan. Van, wordt er nog wel opgekomen voor de belangen van de echte ondernemer? Ik zie het in de agrarische sector, waarbij LTO ook één grote logge organisatie is. En onderliggend gezegd wordt van nou ja, staan die mensen nog wel eens met de laarzen gewoon in de stal. Dus weten ze wel wat er op die werkvloer gebeurt. Je ziet heel vaak dat in die grote organisaties er een compromis gesloten wordt. Van ja, we hebben natuurlijk wel veel dingen waarvoor we op moeten komen, maar de vier belangrijkste zijn deze en die gaan we doen. Ja, en dat kan betekenen dat je een aantal dingen laat lopen waarvan ik zeg, ja, laat andere organisaties daar dan voor opkomen. Want als je nu naar de sector kijkt, de accountiesector, en dan meer specifiek de MKB-accounts die daarin werkzaam zijn. Hoe ziet u die MKB-accounten naar de toekomst toe? Nou ja, we kunnen twee kanten op volgens mij. We kunnen de kant op die in een vorige vraag besloten lag. Van moeten wij vanuit de politiek zeggen van nou, we gaan allerlei dingen voorschrijven en dan worden accountants eigenlijk... Ja, moeten ze dat proces volgen en moeten ze daaraan voldoen? Ik ga liever de kant op waarbij we zeggen, ook in de toekomst hebben wij keihard, juist als het om kleinere bedrijven gaat, mensen nodig die weten wat daar speelt, die weten wat een reële vaststelling is, die ook rekening kunnen houden met de hele specifieke omstandigheden van een onderneming. Want het maakt nogal wat uit of jij een eenmanszaak bent, of je 10 man in dienst hebt, of je 30 man in dienst hebt, in welke sector je zit. Dus zolang... die accountant voldoende power heeft, laat ik het zo maar zeggen, voldoende zeggingskracht heeft om gewoon zijn vak goed uit te kunnen oefenen, ja, dat heb ik veel liever. Kijkende, op dit moment spelen natuurlijk diverse zaken, ook binnen het bedrijfsleven. Denk alleen maar aan de ZZP-problematiek, die ondertussen een zeer groot deel van de Nederlandse economie behelst. Maar anderzijds zien we natuurlijk ook binnen het beroep zaken die veranderen. En de vraag is even, en misschien is dat ook wel mooi hoe je daar als politicus tegenaan kijkt. Als je nu 3 tips zou mogen meegeven aan de MKB-accountants van de toekomst, welke tips zou dat dan zijn? Heel in het kort zou ik zeggen, vakmanschap, moraliteit en hou het leuk. Hè. Vakmanschap zorgt dat je echt gewoon de vakman bent die je vroeger altijd was, maar die je ook voor de toekomst nodig hebt. Moraliteit, het gaat niet alleen meer om de regels en het precies vaststellen wat een definitie is, maar ook wat is moreel acceptabel in de samenleving. En hou het vak leuk. Zorg ervoor dat het vak aantrekkelijk is voor jonge gasten die denken van ja, wat zal ik gaan doen, dat dit vak gewoon toekomst heeft. Want we hebben gewoon slimme gasten nodig die toekomst zien in dit vak en die ermee doorgaan. Mag ik u bedanken voor het gesprek? Ja, graag gedaan en dank voor de koffie. Ja, uitstekend. Oké, dank u wel.